Bij Landschap Overijssel zijn wij begonnen met het project Landgoederen van Textiel. Een project waarin wij 9 van onze landgoederen op de kop gaan zetten. En waarin wij proberen om zoveel mogelijk historische informatie te achterhalen van hoe zit het landgoed in elkaar, wat was de oorspronkelijke gedachte van de landschapsontwerper, hoe heeft de eigenaar daar zijn invloed op uitgeoefend, wat zien we daar nu nog voor terug. Maar belangrijker nog, hoe kunnen wij in de toekomst daarmee omgaan als wij het hebben over droogte, of wij hebben het over recreatiedruk of restauratie, reconstructie. Nou ja, al dat soort dingen zoeken we uit. Het gaat bijvoorbeeld om landgoeden, met name rondom Enschede. Smalenbroek, Hof Espelo, landgoed Haverriet is er bijvoorbeeld ook eentje. Lonnekeberg, Lonnekemeer, maar bijvoorbeeld ook de Eversberg zit daarin. Nou ja, wil jij ons volgen in onze zoektocht? Dat kan. We hebben een projectenwebsite waarin we stap voor stap door onze onderzoeksgegevens heen gaan. We geven ook tips en trucs en hoe je zelf aan de slag kunt gaan met je eigen landgoedonderzoek en waar je daar aan moet denken. En op die manier proberen we inzicht te geven in hoe we bij Landschap Overijssel zo'n project opstarten. En jullie mee te nemen in ons onderzoek. Mijn naam is Martijn Horst. Ik ben specialist erfgoed bij Landschap Overijssel. Nou, en wellicht tot ziens op onze projectenwebsite.